Ik zit weer gewoon te vissen. Want mijn EFK levert toch helemaal niet zoveel loot op als dat ik eigenlijk zou willen. Want als ik gewoon zo zit te vissen, dan heb ik binnen 5 minuten meer loot als met een kwartier op de EFK visfarm. Plus dat het me de gelegenheid geeft om dingen eens eventjes goed na te denken, over dingen na te denken. En ik zat eens te denken, die poes die is misschien wel dood gegaan aan die pufferfish. Want als wij gezond zijn en wij eten pufferfish, ik weet niet of je dat alles gedaan hebt. Want het geeft wel een heel speciaal effect. En om dat te laten zien zal ik er zo meteen eens even één opeten. Nou, de zon gaat onder. En dit heb ik gevangen. Dat is behoorlijk, dacht ik. Deze kan niet. En ik heb ook nog steeds geen honger. Dat vind ik ook wel lekker van vissen. Ook niet op zombiejacht. Nou, het heeft me heel veel moeite gekost. Er is eindelijk ietsje van mijn health afgegaan. En ik heb daar heel weer wat, nou, niet heel erg veel monsters voor hoeven te verslaan. Maar wel aardig wat. We hebben eindelijk weer eens een keer een zombie variatie gehad. Zo'n mini zombie. Ik denk, nou, er begint verandering in te komen. En nou, ga ik de pufferfish opeten, als hij dat wil. Dus als je dat gaat eten, zorg dan dat je melk bij de hand hebt. Wow. En ik ga nog steeds. Maar niet meer zo draaierig. Dus ja. Zou ik er iets te veel van aan de poes hebben gegeven? Dat hartje dat wil wel groeien. Oh, kijk, daar gaan we weer. Maar die wordt gelijk weer eraf genomen. Ah, kijk, naast opgehouden. He, die hartjes zijn behoorlijk aan het dansen. Dus ja, je kan het wel eten, maar je hebt er niet zoveel aan. Nou, mocht ik weer een nieuwe poes kunnen vinden. Serieus? Je krijgt van mij geen pufferfish meer. Gebeuren vind ik. Oh, zombie. Met helm. Ah, kom maar bij. Ik ben ook nog een villetje of niet? Nee, ik ben geen villetje. Ga dan maar. Maar je hebt wel ijzer. Dat vind ik wel leuk. Yeah, je hebt wel ijzer. IJzer is altijd welkom. Nou, ik ben benieuwd of het nog na-effecten heeft.
Ik heb potions gemaakt, klaar om de nether weer in te gaan. Gooi het hierin. Ik had een tafel gemaakt met die een beetje groot over en ik vind eikenhout, lichte eikenhout, vind ik echt wel het mooiste hout om een tafel van te maken. Punt is de vloer is ook al eikenhout, dus ja, zo zit ik wat te experimenteren. Ik heb niet eens donkergroen meer. Wat doe jij hier eigenlijk in? Nou, dus ik ga even wat schapen verven. Oh ja, ik heb de boekenkast gemaakt. Dit is de tafel. Dan ga ik even wat schapen verven. En dan... daar is de ingang voor de schapen. Echt gezellig, hè? Allemaal. Oh, er was zelfs nog lijmgroen. Nou, wat een... wat een kan doen. Waar is het hek? Hup. De wasmand. Zo. Je hebt een andere kleur groen. Wakker. Goedemorgen. Nou, dit is het geworden. De tafel met het groene tapijtje eronder. Hier zitten de monniken aan te studeren. De boeken die ze uit de verboden boekenkast halen. De boeken die ze moeten onderzoeken om achter de oorzaak van het grote verval te komen. Ze moeten de oude boeken, moeten ze wel in duiken en om antwoorden te krijgen. En hier zitten ze dan aan te studeren. Ik ga er geen stoelen in doen, vind ik zonde van het tapijt, omdat er geen echte stoelen zijn. Dus dan krijg je van die omgekeerde dingen en dan, ja, dan kan ik net zo goed niet het tapijt erin leggen. Ik vind juist het tapijt zo grappig met een schaduw erin gemaakt. Dat vind ik ook zeer grappig. En ja, ik ga dat dus gewoon niet doen. Ik vind het zo mooi en zo wil ik het houden. Wat? Opgeblazen? Echt? Serieus?
Jezus. Wat pijntjes erop. Oh, was dat een mini, dat was een mini villager, of niet? Volgens mij was dat een mini villager. Het is me nog niet gelukt om op een multiplayer te komen. Volgens mij moet je dan ook uitgenodigd worden. Maar in ieder geval, ik wil zelf even kijken hoe dat eruit ziet als ik zo'n ding eet. ik zal ook even gelijk even laten zien hoe ik er nu uitzie. Ik heb een mutje op, kijk maar. De oorwarmetjes. En goed, zo zie ik er van achteren uit. Ik heb mijn haar geknipt. Dus heb ik het in Minecraft ook maar geknipt. En zo ziet dat er hieruit. Zo. Ja. En nou eten. Hup. Kan ik het eten? Oh, dan moet ik het waarschijnlijk eerst zo eten. Oh, ik hoef nog niet te eten. Dat is het probleem. Maar goed. Dan moet ik gewoon even wachten tot ik moet eten. Ja, oké. Nou. In ieder geval. Dat is niet nodig. Dat is voor de weakness. Oh, nee. We moeten wel. Deze er. Flesje erin. Nou. Dan moet ik gewoon even wachten. Tot ik kan eten. En dan kan ik het laten zien. Heel handig. Ja. Oké. Doe maar. Goed zo. Snel. Oh. Oké. En dan die. Een appel. En een splash potion. Oh, dat moet hier gewoon even in. Zo. Ja. Hup. Ja. En dan moet ik alleen eventjes zeker weten dat die. Oké. Dus één. Zit hier nog wat in? Ja, zit er wel in. Oké. We hebben er één. Yeah. Dan wacht ik tot die, oeps, uitgegromd is. En nog een spin.
En volgens mij had ik ook nog een creeper gezien hier. Maar laat die maar mooi zitten. Creeper, ik ga geen zin in. Zit hij nog te grommen? Ja. Hij zit nog steeds te grommen. Zet er toch nog één in. Oh, kijk. Ik had het toch wel goed gedaan, hè? Hoe lang duurt het wel niet, joh? Hoe lang duurt dat wel niet? Nou, we gaan even iets anders doen. Ja, we gaan even iets anders doen. Iets wat ik nog wil laten zien. Jezus. Ja, goed. Lekker anders. Zo. Ja. Nou, ik zet mezelf even neer. Kijk. Dit is de achterkant. En dit is de voorkant. Oh, dat heeft me allemaal een beetje beter. Even een beetje naar achteren. En nou, oh, verkeerde. Ga ik deze eten. Want ik wil gewoon even kijken hoe dat eruit ziet. Echt hoor. Dat ziet er raar uit. En allemaal van die groene dingetjes. Ja, dat gaat nog wel een tijdje door, hè? Ja, ik zie behoorlijk groen. Beetje misselijk. Ja, ja. Heb ik dat al? Nee. Nou. Even kijken hoe lang dat nog aan blijft houden. Eigenlijk. Maar goed, zo zie ik het dus nu uit. Met een hartje in de zijkant. Spullen afleveren. Laat het dat maar niet doen, dat maar gewoon zo doen. Even protectie, alles weer aan. Alles hersteld. Nou ja, het is natuurlijk alweer in een behoorlijke staat van ontbinding geraakt. En nou, we kunnen nog wel even verder. Dat kan nog bij de zombievlees. Moet je zien, ik heb nog steeds die bij me. Ik heb nog steeds eigenlijk niet van plan om de nether echt weer in te gaan. Maar wat ik dus wel ga doen is dit ontmantelen. En hier ga ik iets totaal anders bouwen. Iets waar ik best wel veel zin in heb om te doen. En nou ja, we zullen wel zien.
We zullen wel zien. Even kijken hoe het met de villager is. Ik neem even de schep mee. Dat had ik net ook kunnen doen. Dat was natuurlijk een stuk sneller geweest. Maar dat heb ik niet gedaan. Die neem ik mee. Ja. Even kijken hoe het met hem is. En wat voor een het is. Vooral. We kunnen hem dan hier naartoe brengen. Dus, ja, het is een witte. Kom eens even. Kom jij eens even hier? Huh? Kom eens even hier? Hallo, mooie meneer, witte meneer. En ik heb niks voor jou, witte meneer. En jij hebt exact hetzelfde, doet in 2, is natuurlijk wel een leuke. Dus, maar ik heb blijkbaar alleen maar witjassen hier. Ja, blijkbaar. Ja. Kom hier. Waar zit er een kip bij jou? Zal ik jou even wat voedsel geven? Ja. Ja, zou ik ook aannemen. Zou ik gewoon aannemen. Zou ik echt doen. Dus jij wil per se dat ik... zo, die deur moet dus blijkbaar per se. Goed zo. Goed gedaan, meneer. Dat is nou precies wat ik wil. Even denken, hoe ga ik dit doen? Zo. Nee, verkeerde ding. Zo. Dus die heeft hij niet aangenomen. Oké. Nou, we hebben dus een witjas erbij. Even kijken hoor, er ging volgens mij nou hier ook iets een beetje mis. Zo. Ja. Kan ik wel, zo. En dan kan die eruit. Ja? En als jij wil, kip, kun jij er nu ook uit. Als jij dat wil. Maar je wil dat niet. Je wil er maar... Je wil eruit? Goed zo. Kom er maar uit dan. Waar is alles? Goed zo. Nou. En blijft er dit keer uit. Maar hij zit nou hier onder. Want er zit een deur. Er zit een deur.
En villetjes geven alleen om deuren. Dus. Nou. Heb ik twee dingen gedaan. Ik heb laten zien wat het effect is van zo'n puffervis. En ik heb er een villetje bij. En nou ga ik in mijn eigen vrije tijd ga ik dat ding ontmantelen en ergens anders opbouwen en dan ga ik weer wat anders neerzetten. En tot nu toe heb ik daar niet zo heel veel zin in gehad. Maar ik ben ook niet zo heel erg lekker geweest de afgelopen dagen. Dat wil je ook met die puffervis. Dus ja, we zien wel hoe het de komende dagen gaat. Ik zou zeggen, voor vandaag is het voor mij genoeg geweest. Ik hou ermee op. Ik zie jullie de volgende keer weer. En ik zeg de groeten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.